Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door bouwservice Marcel Bruil. Degelijk vakwerk voor nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en onderhoud van uw pand. Hey, kan je nog herinneren dat je het toen de tijd begonnen bent? Ja. Want jij bent de initiatiefnemer ervan, hè? Ja. Wat voor gedachte lag daarachter eigenlijk? Ja, het was het simpel. Ik heb in 1989 kwam ik hier wonen. Ja. En binnen een half jaar ontdekte ik trouwens dat er veel meer kunstenaars woonden. Ja. En toen ontstond gelijk het plan om er een route van te maken. En toen hebben we eerst een route gemaakt met alleen beeldende kunstenaars. Mm-hmm. Alleen beeldende kunstenaars wil zeggen... Die maakte schilderijen, beelden, etsen, grafiek enzovoort. Ja. Dat is de eerste stap geweest. En na een jaar of vier kwam ik toevalligerwijs in aanraking met de goede heer Hans Baes, ja, de voorzitter van de Doesburgers Goed. En toen was de vraag of ik erbij in het dagelijks bestuur wilde komen. En direct eraan verbonden dat ik iets zou doen naar, met die, kunstroute, ja, om het om te gaan vormen naar een culturele route. Okay. En dat kwam mij goed uit, omdat ik merkte dat er alleen de beeldende kunst toch een drempel is. Ja, ja, het is een, ja, drempel om de galeries te bezoeken. En als je dat toegankelijker maakt op een ander niveau... Niet een kwaliteitsniveau anders, maar op een andere toegang, zoals de musea, zoals de toegepaste kunsten, ja, de art and craft. En als je dat nu doet, dan gaan de bezoekers altijd tevreden naar huis. Ja. Daar zit een ze hebben meer te zien, klaar. En ja, soms vindt de ene het beeldhouden leuk, de andere het schilderen leuk. Ja. De andere vindt weer het sieraden maken, ja, mooi en, ja, die musea. Ja. En dat heeft zo'n beslag gekregen dat we nu zo'n uiteindelijk 30 adressen hebben. Ja. En het gevolg is ook dat er steeds meer mensen belangstelling hadden, ja, om in Doesburg te komen. Ja. Peter Bolle zei het nog, die zei, ja, ik zag dat het stadje leuk was en gezellig was. En er was iets te doen en ik ben hier gaan wonen. Ja. En ik heb dat al veel keer meer gehoord. Ja. Sommige mensen zeggen Doesburg is een virus. Ja, ja, dat wordt, als je er door gepakt wordt, dan... Ik zou ook geen andere mens meer hebben dan hier uiteindelijk mijn einde te bereiken. Oké, okay, je ogen te sluiten, zo gezegd. Ja, okay. Even over de toekomst. Ik heb begrepen dat je bent ook op leeftijd en er moet een en ander gaat gebeuren. Ja, ja, ja. Wat kunnen we verwachten van de culturele zondagen in de toekomst, in de korte termijn, langere termijn? Ja, dat in ieder geval de adressen gehandhaafd blijven. Dat er misschien ook eens een keer gekeken wordt naar de kunst, de andere kunst dan de beeldende kunst. Ja. Maar we zijn langzaam naartoe om de kunstenaars meer podium te geven. Want langzamerhand... zijn de kunstenaars die er waren of al overleden, ja, ja, of die zijn weer vertrokken. We moeten dus zorgen dat de beeldende kunst een sterker podium krijgt, omdat dat de kern is van die kunstroutes. Ja. En als het alleen art en craft wordt, toegepaste kunst, of alleen retail, of alleen, want dat heeft ook een release, heeft het ook, dan ben ik bang dat het minder interessant wordt. Want het atelierbezoek is een van de belangrijke factoren, ja, van de kunstroute. En dat was vroeger zo en dat moet terugkomen. Okay. En zo niet, dan ben ik bang dat het wegloopt. Helaas. Oké. Dan snel aantrekkende beweging. Dag, dankjewel. Ja? Oké. Mag ik ook doen? Ja hoor. Dankjewel. Ja, okay. Ja, duidelijk te zien hoor. Ja. Duidelijk te zien. Ja, dat dacht ik. Ja, het is... Ja.
Ik ben vrij snel in het begin, toen van die kunstenaars overging naar de culturele zondag, 25 jaar geleden, vrij snel daarna mee gaan doen. Ja. Omdat men toen vond dat naast kunstenaars ook ambachten getoond moesten worden. Dat deed ik toen de tijd in de huiskamer. En, maar dat liep zo storm dat we moesten elke zondag de kamer inpakken. Complete verbouwing, zo gezegd. Vooral in de wintermaanden, als mensen dan met sneeuwvoeten binnenkwamen, Dat was niet zo leuk meer. Dus toen hebben we de hele boel omgebouwd naar mijn schuur. Ja, toen de tijd. Ja, de auto eruit. En de... Drie auto's op straat en nou kan er niks meer bij in. Nee. Ik vind het gewoon ontzettend leuk dat dit oude ambachten, het is een van de weinige oude ambachten die nog te zien is, wat drukken betreft. Merendeel moet je zien in een paar musea waar nog gedemonstreerd wordt. Ja. En verder kun je het eigenlijk, het boekdrukken, nergens meer zien. Ja. Ja. En dat vind ik heel erg belangrijk, dat mensen die hier naartoe komen, dat ze van de boekdrukkunst toch ook nog weer het een en ander meenemen. Maar wat heeft nou die culturele zondag voor jou betekend dan? Ja, toch een enorme toename van mensen die hier op bezoek komen. Ze komen echt uit het hele land. Sinds dit jaar adverteerden we vanuit de culturele zondag ook in de Trouw en Volkskrant en NRC. En dan merk je dat mensen ook uit het hele land komen. Ik heb vanmiddag mensen gehad die kwamen uit Maastricht naar de culturele zondag toe. Ja. Die hadden dat gezien. Mensen uit Groningen die daar cursussen volgen op het gebied van grafische technieken. Maar die kwamen bij mij vragen van hoe of ik dan alle schabloons verwerk. Dat, dat lijkt een beetje op het werk van Werkman. Nou, die mensen die hebben bij mij speciaal papier meegenomen om ook verder te kunnen gaan. En dat vind ik dan het leuke, de belangstelling. Het allermooiste is natuurlijk dat mensen thuis komen en zeggen van nou, we zijn in Doesburg geweest en dat was fantastisch. Ja. Die mond-op-mond reclame, dat moet je helemaal hebben natuurlijk. Ja, daar moet je het eigenlijk wel van hebben. Ja, ja. En er zijn regelmatig mensen die al meerdere keren geweest zijn, die dat dan toch weer... fascinerend vinden om een rondje Doesburg te maken. Ja. Ja, en er zijn mensen natuurlijk met achtergrond, grafische achtergrond, die het fantastisch vinden om jou zo te zien met al die nostalgie dingen voor hun. Ja. Ik had net nog een oude heer en ik ruik het hier. Ja. Wat geweldig om hier binnen te zijn. Die geur van vroeger, van die oude inkt. Ja, die druk inkt. Ja, prima. Ja, ik heb het al eens gehad dat er een hele oude man hier kwam, een jaar of 86, vertelde hij toen. En die ging erbij zitten en die is hier wel drie kwartier gebleven. Alleen al vanwege de geur. Van de geur. Oh, geweldig, geweldig. Prachtig, geweldig. Hey, even terugkomen op de culturele zondag. Hoe lang gaan jullie nog volhouden daarmee? Ja, ik denk een van de dingen die Art van der Brink zo straks ook al heeft aangekaart. Je moet natuurlijk wel verjonging zien te krijgen. En de gemiddelde leeftijd gaat natuurlijk ieder jaar een stukje omhoog. Ja. En aan de onderkant komt niet veel meer bij. Okay. En dat is natuurlijk wel een zorg van, wil je daar eeuwig mee doorgaan? Ja, dat lukt gewoon niet. Nee. Met andere woorden, een oproep om... Er moet wel jongere initiatieven bij komen. Oké. Okay. Ja. Maar we kunnen dit nog heel lang volhouden, deze wijze. Okay. Arie, dank je wel. Enthousiasme is er wel. Arie, dank je wel. Graag gedaan. Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door bouwservice Marcel Bruil. Degelijk vakwerk voor nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en onderhoud van uw pand.